ben Liesje van den Berg en dit is mijn atelier. Kom binnen. Ik heb net werk teruggekregen van een expositie bij SPK. Dus dat ben ik een beetje aan het uitpakken. Ik maak veel tekeningen. Dit is dus een idee wat ik ook graag een keertje in het echt zou willen uitvoeren. Dus, ja, allebei staan ze eigenlijk op een onstabiele ondergrond. En op het moment dat de een wegzakt, dan verandert de relatie ook. Veel van mijn werk gaat ook heel even om de tijd stilzetten. En heel erg op dat moment zijn en niet al ergens anders zijn. Ik denk dat ik daarom ook performances maak. Ja, dit is dus helemaal aan het begin. Ik heb deze performance 2,5 uur gedaan. Ik was heel duidelijk aanwezig, maar ik was er ook niet. Want ik creëerde ook mijn eigen wereld. Want ik werd gewoon helemaal oranje, zeg maar. Ik werd echt, eigenlijk als een soort van standbeeld. Dus eigenlijk zijn dat weer foto's van deze performance. En die heb ik dus verwerkt tot een tekening. Ik speel ook met dat ik weglaat. Ik teken nooit de contourlijnen, ik teken altijd van binnenuit. Dus vanuit het donkerste naar het licht toe. En dan laat ik eigenlijk het licht ook gewoon het papier zijn. En ik ben ook aan het zoeken van hoeveel informatie moet je op een papier zetten. Wanneer het interessant blijft. De tekening van de zee ben ik eigenlijk begonnen, was op vakantie. Voelde ik me heel erg levend, zeg maar. Omdat ik heel erg op dat moment was. Ik was daar met de zee en ik moest zeg maar aanpassen aan de zee. Maar dat je je wel heel levend voelt, ook met de kans dat het mis kan gaan misschien wel.